Echt toch zo? Mijn vader heeft jullie vervolgd. Hun vaders, allemaal. Nooit erkend. Iemand eraan en het college moet weten wat de vereniging ook gezegd heeft. Want wij hebben wel contact met de vereniging. Dus wij weten wat er allemaal is. Dat moet ook eerlijk zijn. Indonesië, hier voor een deel. Kijk terug naar 2004. Zo ouder die draaien voor in de graf, alleen voor de Nederlanders hier. Ja, dat is Molukkers eigen, maar de vraag is. Wat doet de BW? Het is alleen de motie en de motie is door de burgemeester eigenlijk ontruimd. Maar er moet nog geen stemming worden gebracht bij de raad. En dan moeten we gewoon even afwachten. Het is een motie. En, ja, het is eigenlijk verkeerd overgekomen bij de Molukse gemeenschap. Omdat men verwacht had dat een beetje bepaalde zekerheid zit in het ontvangen van die. Van die motie. Maar wordt direct door de burgemeester van Taal gefeest. Maar dat was de bedoeling niet. Door de woorden van de burgemeester die zegt dat hij de motie ontraadt. En dat heeft me geraakt. Nee, dat komt niet zo goed over. Omdat ik al voor die tijd toen ik hier buiten in de gang zat. Al een van de raadsleden al binnen tegen mij zegt van. Nou, ik denk dat er geen geld is voor jullie. Daar is toch Giro 555 voor. Maar door die woorden van de burgemeester dat hij zegt van motie ontraden, dat is al gelijk al de doorslag voor mij. Dat heeft me gelijk al geraakt. Ja. Dus u heeft weinig hoop dat daar nog iets van iets wegkomt? Ja, weinig hoop. Ik heb niks te hopen. Ik hoop het alleen. Ja. Goed, dank u wel. Oké, graag gedaan. De studenten maatschappelijke zorg niveau 4 van het ROC van Twente kwamen op werkbezoek bij de voedselbank en werken deden ze. Die dames zijn druk aan het werk, hè? Wat is hier aan de hand? Nou, we hebben op dit moment de klas van Sint-Nie van het ROC. En die komen dat een stuk contraprestatie doen voor gastlessen die ik een week of zes geleden bij hun verzorgd heb. Dit zijn studenten van de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 uit Almelo. Zij worden opgeleid tot persoonbegeleider in specifieke doelgroepen. Dus onder andere ouderenzorg, mensen die in laag sociale klasse zitten en daar een hulpvraag hebben liggen. En ik ben hier in het kader van mijn vak financieel beleid. Waar studenten les hebben gekregen in een stukje armoede, financiële problemen bij cliënten. En vaak wat gepaard gaat bijvoorbeeld met een lichtverstandelijke beperking of armoede. En hoe begeleid jij nou cliënten, mensen met een hulpvraag op dat gebied? De gastlessen ging over armoede, armoedebeleid en dergelijke, waar ook de voedselbank een onderdeel van uitmaakt. Voedselbank is natuurlijk een middel om mensen in armoede en schuld te kunnen ondersteunen. En mijn studenten gaan nu een steentje bijdragen. Dus ze gaan hun inzetten en ervaren hoe het is om als vrijwilliger te werken. Kunnen jullie deze hulp goed gebruiken? Wij kunnen altijd helpende handjes gebruiken. En wat niet alleen scholen die komen af en toe handjes brengen, maar ook bedrijven. Zoals een credits die komt een aantal keren per jaar en zo. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ze zijn erg onder indruk van de omstandigheden en wat ze moeten doen. En wat er ook bij komt kijken om dit draaiende te houden. Dat er dus heel veel arbeid bij zit ook. Ja. Maar wat wij u te bieden hebben zijn een heleboel diensten. We bieden het luisterend oor. En wat wij doen is kijken wie bent u, wat is uw verhaal en waar heeft u ondersteuning in nodig. Nou en vandaag, ja dan zijn we hier om u eigenlijk te verwennen. Om het gewoon leuk en gezellig te hebben met elkaar. En dat doen we door middel van de high tea, waarmee men al is begonnen met het uitserveren. Omdat we
al zo'n grote toeloop hadden, dat het gewoon meer tijd kost om allemaal te gaan zitten. Maar laat u zich gewoon lekker verwennen, maakt u gebruik van al het lekkers wat er op tafel staat. Ik heb nog wel even een vraag aan jullie allemaal. Een belangrijke vraag. Kan iedereen Twents verstaan? Plat? Nee? Ik zie er doorin en steek een vinger op. Ik weet zeker dat ze het kan verstaan. Ze willen gewoon niet. Wil het gewoon niet hun. Ja, die ken ik toevallig. Heb al die bij Albert Heijn werd. Ja, kijk. U bent een mantelzorger, heb ik begrepen. Voor wie heeft u de zorg? Nou, ik heb de zorg voor mijn zoontje. Die heeft het Coffin-Siering-syndroom. En ik heb de zorg voor mijn vrouw. Zij heeft PPMS. Hoe ervaart u het om mantelzorger te zijn? Ja, hoe ervaart u het? Ja, ik heb gewoon een volledige zorg nu. En ik heb mijn eigen werk moeten opgeven hiervoor. En ja, het is best wel pittig. Je mist het sociale gebeuren verder rondom. Maar ik ben blij dat het zo kan. Wat vindt u van deze middag? Ja, super. Goed georganiseerd. Het is topgezelschap. En wat vindt u ervan? Ik sluit me hierbij aan. Ik vind het precies hetzelfde. En ja, heerlijk. Heel gezellig met iedereen zo. U bent er echt even uit? Ja, ja, absoluut. Ja. En dat geldt ook voor u? Ja, klopt. Bent u zelf mantelzorger of wat er voor u gezorgd? Nee, ik ben mantelzorger, ja, voor de broer van mijn vrouw. En hoe ervaart u het feit dat u mantelzorger bent? Af en toe heel belastend. Maar als je met z'n tweeën bent, kun je het wat makkelijker verdelen. Want er zijn situaties die ik niet altijd kan oplossen en niet altijd kan helpen. En daar moet ik mijn grenzen in kennen. Ik ben mantelzorger van mijn zoon. Ja. Hoe ervaart u uw taak? Wel zwaar. En je moet het gewoon aanvaarden. Ja. Zo'n middag kan uw taak een beetje verlichten. Ja, je krijgt gewoon iets andere gedachten. Ja, je bent hier weg, hè? Deze middag is dus bedoeld voor mantelzorgers die in een thuissituatie te maken hebben met iemand die ziek is. Wat is de bedoeling van de middag? Deze middag is bedoeld als een ontspannende middag. Gewoon even leuk, even tijd voor jezelf, dat vooral. De meeste mantelzorgers zijn eigenlijk altijd bezig voor de ander. En vergeten zichzelf nogal eens een keertje. Tijdens de algemene beschouwingen heeft u gepleit voor het aanleggen van een geboortebos. Kunt u precies zeggen wat dat is? Ja, dat klopt. Een geboortebos is een bos wat je laat ontstaan door, zo gauw een kind wordt geboren, dat die ouders de kans krijgen om een boom te planten. En de gemeente faciliteert daarin. Ik wil niet zeggen dat je die boom gratis krijgt, dat moet je met elkaar afspreken. Ik zag voorbeelden van €50, €75 voor een boom. Dan krijg je een plaatje bij, een naamplaatje, en dan wordt er netjes een boom geplant. Of je plant hem zelf, er zijn alle verschillende opties mogelijk. Het planten van zo'n boom kan natuurlijk overal. Wat is dan de achterliggende gedachte van zo'n bos? Ja, je kan hem ook in je eigen tuin zetten, vermits je al een tuin hebt. Maar wij willen graag om meer bos, meer groen in de stad. En dan is het handiger om zeg maar, ergens een halve hectare grond beschikbaar te stellen, waar je dat kunt realiseren. Dit verzoek hebben we trouwens in 2006 ook al eens gedaan. Dat is nooit uitgevoerd. Het was er met meerderheid aangenomen. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar nu in de hele CO2-discussie, en bomen vangen CO2 af en geven zuurstof terug, lijkt me dat toch gewoon een aardige opsteker om op die manier ons areaal bos uit te breiden. Tijdens de algemene beschouwingen heeft u ook gepleit voor het instellen van een parkeerfonds. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat heb ik gezien bij de gemeente Wierden. Er zijn meer gemeenten die dat doen. Daar waar parkeerplaatsen op privéterrein bij renovaties in de binnenstad of bij nieuwbouw in de binnenstad moeilijk te doen zijn, parkeerplaatsen aan te leggen, dat dan zo'n ontwikkelaar toch een x-bedrag betaalt in de prijs van die appartementen of woningen richting de gemeente, waardoor de gemeente kan zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen. Pleit u dan voor de terugkeer van de auto in de binnenstad? Nee, juist niet. Want in mijn algemene beschouwing staat ook van stop met die doorgang Grote Stad Noord, Grote Stad Zuid. Want dat levert niks op. Nee, we zijn niet de autopartij. Maar we zien wel, er wordt gebouwd. De eisje 1.6 of 1.8, moet ik even antwoorden schuldig blijven, parkeerplaats bij een woning. Maar die plekken zijn volgens mij niet overal
beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is bij dat gat van Talamini, wat zo mooi is, zo heet. Waar bewoners nu weer parkeerplaatsen hebben teruggekregen. Die eerst openbaar waren voor iedereen. Daar hebben ze nu dan weer blijkbaar rechten op om daar te kunnen parkeren. Omdat daar de parkeerdruk te hoog werd. En op die manier stimuleert u het wonen in de binnenstad? Ook dat. En je stimuleert om bouwers toch te gaan kijken van ja, wat kunnen we dan zelf realiseren.